Goedemiddag, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik ben de hele dag vergeten te vloggen. Mijn dag stond voor een teken van met Eden zijn en kraamvisite. Mits is trouwens een tas aan het opknagen. Twee collega's en twee meiden van mijn zwangerschapsfilm van de tijd van het nieuws. Dus heel gezellig, maar volledig vergeten te filmen. En nu ben ik even een bestelling aan het passen die ik heb binnengekregen van Solarius. Het kaartje hangt er nog aan, moet je even wegdenken. Deze leopard print broek vind ik eigenlijk wel cool. En dit blouse vind ik ook leuk. Dus die blijven. En dan ga ik nu de rest passen. De broek vind ik leuk. De trui is een beetje aan de grote kant. Ik weet het niet. Ik vind de kleur heel leuk. Maar ik weet het niet met de hals. En het kriebelt, terwijl het gewoon acryl is. Ik kan nu ook niet tegen wol. Toen ik hem uitpak dacht ik, oh shit, ik heb niet gekeken of het wol is of niet. Maar goed, het is dus geen wol, het is acryl. Maar nee, het kriebelt en ja, de mouwen zijn een beetje kort. En dit is een beetje wijd. Nee, dit wordt hem niet. Of ik al genoeg gekocht heb, vraag je misschien af. Ja, ik ben het maar zo databaan zo dat sorteren. Goed. Goedenavond, wij zijn net terug van de film. Het is al hartstikke laat. Mama past op, maar Niels was ziek en die was ontroostbaar. Dus uiteindelijk heeft ze met Helen en Niels in ons bed gelegen. En dat ging gelukkig goed. Niels wilde alleen zijn mama, maar uiteindelijk kwam het gelukkig goed. Wij zijn naar de film geweest, het was heel gezellig. En ik heb net nog even wat afgekocht. Ik heb dus toevallig kreeg ze net nog voeding, omdat het allemaal een beetje rommelig liep. Maar kon ik haar dus net nog even een beetje ook nog voeden. En ik heb gekocht, maar het was ineens echt bizar weinig. Dus alweer aan licht, weet ik dan ook niet. Maar goed, ik heb ook maar heel kort gekocht, want ik dacht, ja, ik ga gewoon even de power eraf en dan komt het wel goed. Dus ik ga lekker slapen, ik zie jullie morgen. Nou, wij gaan een taartje eten, want Niels kan al heel goed op het potje plassen. En daarom mag die taart met mij delen. Ik mag delen in de feestvreugde. Goedemorgen trouwens, het is of inmiddels is het vanmiddag. Het is zaterdag. En nou, we waren net even vieren en meteen daarna hadden we een zinnelijkheidsongelukje. Maar goed, dat kan gebeuren. En ik heb iets binnen en daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ga het even openmaken. Dit is hem. Zo'n mooi horloge. Kijk nou. Ik had allerlei, zeg maar, los cadeau gehad nog van vorig jaar. Wat ik nog kon besteden. En nog een VVV-bon die uiteindelijk van zwembeek te zijn. Waarschijnlijk. Ik had er zelf ook een, maar die heb ik denk ik al uitgegeven. Maar in ieder geval. Dus ik was een beetje aan het kijken waar kan je een VVV-bon uitgeven. Toen kwam ik bij Little Green Bag. En ik was een beetje aan het scrollen. En op een gegeven moment zag ik dit horloge. En het is helemaal niet... Ik ben gek op horloges, maar het is helemaal niet een kleur waar ik normaal voor zou gaan. Maar ik vond hem zo vet. Het is de Cluze La Boheme volgens mij. La Boheme. En dan de kleur Lizard Emerald geloof ik. Ja, ik vind hem echt heel tof. Kijk lief. Hij is heel vet. Ik ben helemaal blij mee. We gaan even weer... We hadden vanmorgen opgeruimd. Het is alweer wat zo. Het is echt ongelooflijk hoe snel dat gaat met kinderen en zo. Even opruimen, want we krijgen zo meteen visite. Dus Niels moet ook snel naar bed. En gezellig. Ik heb net een hele grote fruitsalade gemaakt. En daar moet ik altijd denken aan mijn kraamtijd. Ik weet niet wie dit herkent, maar de kraamhulp maakt altijd heerlijke fruitsalades. En voor Niels heb ik wat geraspte appel met kaneel en rozijnen. Want die is nog steeds een beetje ziekig en heeft vooral heel veel last van zijn keel. Hij hoest ook slijm op en normaal geven we yoghurt met fruit en dus niet. Maar yoghurt is natuurlijk ook slijmvormig, dus ik dacht dat doen we maar even niet. De kraamvisite is weg. We hebben voor Eden een bon van de Zara gekregen. Helemaal top. En voor Niels kregen we dit. Fun Mice. Daar heeft hij net met die meiden mee lopen spelen.
En we hebben inmiddels gegeten. De boodschappen zijn er bezorgd. Dus ik wilde wat oud fruit, maar ik heb lekker salade gemaakt voor vanavond. En denk ik dat er nog wat over is voor morgen. Daar had het me echt niet op. Dus een pakje bezorgd bij de buren. Maar alleen die zijn nu niet thuis. Maar ik wil het eigenlijk heel graag hebben. Want ik ga de toilet ga ik een beetje opknappen. Het is nu nog heel saai. Ik zal het even laten zien. Hoe het eruit ziet. Ik moet even aan. Het is gewoon wit met grijze vloer. Maar het is gewoon heel basic. Dus ik heb een vriendin van mij die maakt dit van Klein Geluk. Superleuk. En die kalender die is al van 2 jaar geleden. Maar zij heeft nu een familieportretje van ons gemaakt. Dus dat wil ik hier neerzetten. Dus ik heb wat extra lijstjes. Daar komt ook een andere lijst omheen. Misschien dat ik wel überhaupt een hele andere poster ga doen. Want ik dacht dat is ook misschien wel leuk. En ik ga een beetje groen en zwart toevoegen. Daar komt het op neer. En een deel van de dingetjes die ik heb besteld, die komen, zijn nu binnen. Maar die liggen bij de buren. Maar dat Klein Geluk is superleuk. Want ze gaat dus nu ze heeft een familieportretje van ons gemaakt. Dus we hebben de eerste schets gezien. Maar ze is nu op reis, dus daarna gaat ze pas weer verder. Maar heel leuk. En ik begrijp dat ze wat gaat inkleuren, dus ik ben heel benieuwd. Maar dat is dus met z'n vier, eigenlijk 5, want midden staat er ook op. Dus ja, heel leuk. En dat was eigenlijk mijn inspiratie om te denken van ik ga gewoon even die hele toilet even helemaal, het hele toilet even helemaal aanpakken. Dus dat staat op de planning. Morgen komen Sven's ouders, want Sven gaat morgen de Dam tot Dam lopen. Het is echt dramatisch weer. Ik had gezegd van ik kom dan wel aanmoedigen. Het is dus van de Dam in Amsterdam naar de Dam in Zaandam. Ik zei dan kom ik jou wel aanmoedigen en dan combineer ik dat met een bezoekje aan de Primark. Maar het is echt hondenweer voorspeld. Dus ik weet niet of ik, als ik er heel lang moet staan, dan ga ik misschien alleen naar de Primark. Sven vindt het goed. Dat is voor morgen. Ik ben echt kapot. Ik weet niet of ik überhaupt. Maar ik kan nog wel dingen naar de vond. Het is echt heel schattig. Want mama vertelde dus. Nou, Niels was dus ziek, dus zij lag in bed dus met Niels en Elin. Niels was ziek. En die wilde eigenlijk alleen maar mij, maar dat kon dus niet, want ik was er niet. Dus ze had al gezegd van nou, dan mag je lekker in het bed van mama komen liggen bij Elin. Want ze had gewoon te weinig handen om 2 kinderen, één in slaap te krijgen en de ander te troosten. En nou ja, goed. En toen was Niels dus gaan liggen, had hij Elin's handje vastgehouden. En dan was hij zo in slaap gewoon met haar handje vast. Dat is zo cute. Dat heb ik gemist. Ze zei ja, het foto maken lukte niet, want het was te donker. Dat is ook logisch. Goed, ik ga even verder met. Ik ga ze gaan staan in de koeken zetten. Dan ga ik nog even lekker met de mannen spelen voordat Niels naar bed moet. Ik heb een heel charmant masker op mijn hoofd nu. Simple Rich Moisture Sheet Mask. Dat laatste had je waarschijnlijk al gezien. Het is wel grappig, zijn hier werkzaamheden. En mensen snappen er echt helemaal geen hol van. Iedereen rijdt verkeerd. We maken ons er kostelijk mee de hele dag. Zo. Oh, wat hee. Tijd voor rust. We gaan allebei zo. Goedemorgen, middag, stress vanmorgen. Ik heb het gewoon van niet eens gevolgd. Maar ik sta nu in de Primark en ik heb echt niet heel veel. Er was eigenlijk, ik heb 3 een rokje, 2 broeken en een badjas. En allemaal sokken en 1 paar schoenen wat ik al heb, maar wat ik nu denk ik een maat groter heb gepakt. Dus nou, we gaan het gewoon even aantrekken. Deze gezellige badjas. Ik weet het niet. Het is een XS, de andere was een M. Dus die heb ik in het bakje gelaten, het was geen S. Maar goed, dit past prima. Nou, dit is echt gorgeous. Nee, dit is een raar model. Nou, dit rokje uiteraard niet zo, maar met een gewoon een beetje gedraaid. Met een panty en dan een lekker oversized trui eroverheen. En ik denk wel leuk. Mannetje is net gefinished voor de Dam tot Dam. Dus een beetje onder de paraplu soort. Schatje! Het was wel lekker weer. Dat zie je wel. Met een collega. Hij heeft mijn Avengers paraplu in zijn tas. Wij zitten in de trein terug.
De man is ook weer gereden. Is dat altijd zo bekend? En nou, je hoort hem, zijn nu bij ons als een vrouw. Nou, de park had niet zoveel, maar ik zal het straks even laten zien. En dan gaan we terug bij eten, volgens mij. We eten volgens mij boel vol. Dus ik ben helemaal blij. En Sven die hoopt dat we net op tijd zijn voor PSV Ajax. Koude neus van deze. Ik ben inmiddels thuis, make-uploos in joggingbroek. Ik heb trouwens een nieuwe joggingbroek van de Primark. Hij is echt zo zacht. Ze zijn allemaal tegenwoordig, al die joggingbroeken zijn high waist. En als iets is wat bij mij niet prettig is, is het precies op dat punt, zeker niet als ik gewoon thuis op de bank zit, precies op dat punt, zeg maar hier zo, dat is voor mij echt, dan zwel ik direct op, dramatisch. Dus ik heb hem gewoon omlaag zitten, maar hij is echt super soft. En ik dacht, ik doe meteen een soort mini Primark shoplog hier. Ik ben vooral heel erg geslaagd voor, tenminste, het meest geslaagd voor Niels, een beetje voor Elin en helemaal niet veel voor mezelf, vooral sokken onderbroeken, maar ik ga hier toch even wat laten zien. Nou, deze joggingbroek dus. En voor Niels deze trui. Mooie, groot gemalleerde trui. Ik vond het wel iets kleiner uit, sinds 98. Goed, we gaan het zien. Ik zit trouwens even op Niels' kamer. Mijn schoonouders en iedereen is daar. Deze vond ik heel leuk. Dit is een donkerblauwe trui, maar er zit een beetje een soort werkje in. En hier onderin zitten nog ritsen. Dus ik vond het heel cool. Die is ook lekker lang voor hem. Dan nog een joggingbroekje. We zijn heel druk bezig met de zinnelijkheid. En het gaat eigenlijk heel goed. Ik begreep zelfs dat ik van mijn oma, van Sven's moeder, dat hij vandaag geen onderbroek aan heeft gehad bij zijn middagslaapje. En dat het goed ging. Maar omdat hij daar natuurlijk druk mee bezig is, wil ik hem zo makkelijk mogelijk uit te trekken broeken aandoen. Dus joggingbroeken. Maar ik had er eigenlijk bijna niks meer van in zijn maat. Want ja, hij draagt eigenlijk altijd gewoon skinny jeans. Ik denk, ja, skinny jeans, dan moeten die knoop los. Dan moet hij dat allemaal mee zien krijgen. Ik denk, nou weet je, dat is voor later. Als hij hem goed onder controle heeft en dat ik even op kan houden, dan kan dat. Maar voor nu, dus ik heb gewoon een lekker joggingbroekje. Met een beetje zo'n dingetje. Gewoon een simpel joggingbroekje. Dan nog deze trui. Lijkt een beetje op die rode, maar dan groen. Maar deze heeft een soort streepje erin. En nog gewoon een lekker basisvest. Gewoon ook lekker voor thuis. En sokjes, deze heeft hij al. Maar dit is al een maat groter. Het zijn echt hele fijne, zachte sokjes. Dan voor Elin. Deze flofjes, schoentjes, ik weet niet wat het zijn. Ik heb ze voor 3 tot 6 maanden genomen. Dit is, even kijken, wat staat er verder? Maat 17, denk ik. Ja, maat 17. Oh nee. Ja, maat 17. Maar hij heeft echt grote voeten. Dus ik denk dat ze er eigenlijk bijna wel al in past. Maar ik vond ze echt mega cute. Dan een pakje van 2 leggetjes. Een roze en een grijze met gouden sterretjes. En majootjes. Een setje van 3 majoots. Een grijze met stipjes. En een beetje gebroken witte. En een roze met hartjes. En haar eerste skinny jeans. Ook wel heel schattig. Ja, verder hadden ze qua shirtjes vond ik het niet heel leuk. En ik hoopte eigenlijk op pyjama pakjes. Maar alle die of in haar maat waren of leuk. Of een combinatie van beide. Hadden voetjes. En Elin heeft hele grote voeten. Dus die past niet in die pakjes met voetjes. Dat werkt niet. Dus dat ging niet door. Dan heb ik voor mezelf nog onderbroeken. Deze kittige set. Dit zijn 3 onderbroeken, een soort panter, een roze en een grijze. Dat zijn gewoon fijne dingetjes. En dan nog een setje deze simpele onderbroekjes in de 3 tinten grijs. Oh nee, een witte en 2 grijze. Deze schoentjes, die heb ik al. Gewone All-Stars. Oh, hallo. Hallo, scherp. Goedendag, ja. Dit zijn een soort van nep All-Stars. Gewone All-Stars zitten eigenlijk niet zo lekker bij mij. En deze zitten wel heel lekker. En die heb ik al jaren in allerlei kleuren.
En volgens mij, maar ik weet niet zeker, volgens mij heb ik normaal hier maat 37 van. Maar mijn voeten zijn nog steeds groter dan voor de bevalling. Of voor de zwangerschap. Dus ik heb ze nu in maat 38 gedaan. Die pasten nu. Dus ik ga ervan uit dat het nu goed is. En ik hoop wel dat mijn voeten weer krimpen. Want man, anders kan ik een portie van de schoenen weggooien. Dit zijn cushion in soles. En dit kan je zeg maar op maat knippen. Dit zijn zooltjes voor in schoenen, maar deze heb ik in mijn skischoenen. Ja, het is een beetje een raar verhaal, maar ik heb skischoenen. Ik heb jarenlang naar goede skischoenen gezocht. Toen had ik op een gegeven moment ze gehuurd. Had ik ergens skischoenen gehuurd op vakantie. Die zaten perfect, maar die kon ik niet kopen. Want dat deden ze niet. Dus toen dacht ik, heb ik een foto van gemaakt. En toen ben ik gewoon op Marktplaats gaan zoeken, want ze waren al niet meer in de winkel te koop. Dus ik heb Marktplaats gezocht. Dus had ik uiteindelijk, na heel lang zoek, had ik een paar gevonden. Maar dat was een half maat te groot. Sindsdien doe ik met dit. Het werkt fantastisch. Ik ben helemaal blij. Ik had altijd elke vakantie gedoe met skischoenen. Ik had altijd, mijn voet schiet heel snel een soort kramp. Nou, dat is dramatisch. Zeker als je van een zwarte piste afgaat. Het is niet leuk als je voet in de kramp schiet. En meestal gebeurt het juist zwarte piste. Omdat je dan veel harder moet werken, zeg maar. Maar ik had altijd drama met die skischoenen. En toen had ik eindelijk een goed paar gevonden. Dat moet ik gewoon hebben. Ik heb dit, Heel Shields. Ik dacht, dat ga ik eens even proberen. Ik heb van die, Superga plateau schoenen. En die zitten, die zijn heel leuk, maar die zitten bij mijn heel een beetje los. Dat is dus ook omdat mijn voet gewoon een beetje raar gegroeid zijn. Maar goed, doet het verder niet toe. Dit vind ik hele fijne sportsokken. Die heb ik, maar ik had er drie. Ik ben twee paar kwijtgeraakt, dus ik heb nu nieuwe. Dit zijn de Shoe Liners Workout. En die vind ik heel fijn. Ik had zwarte. Nu heb ik dit. Dit vond ik wel interessant. Dit zijn laser cut met siliconen heel. Cotton laser cut footies. En hier zit dus een siliconen rand helemaal in. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga dit testen. Dit lijkt me echt. Nou, het zijn een zwarte, een witte en een grijze. Dan heb ik het enige normale kleding item wat ik heb gekocht. Is dit rokje. Met aan twee kanten zo'n streep. Gewoon heel basic. Maar vond ik wel leuk. Toch met zo'n lekkere oversized trui eroverheen. En deze mooie marmeren kartonnen veldjes. Sessa, dat is alles wat ik kocht bij de Primark. Mochten jullie zich trouwens afvragen hoe het nu met haar gaat. Waarom word ik steeds weer onscherp? Ik ga even zo zitten. De afgelopen dagen gaat het een stuk beter dan eerder. Dus dat is echt super fijn. Ik durf gewoon nog niet echt te hopen dat dit het was. Dat we de heftigheid hebben gehad. En dat het dus niks medisch is. Dus ik durf er nog niet op te hopen. Maar het gaat de laatste dagen beter. Maar vandaag, wat ik het verhaal van mijn schoonmoeder denk. Nou, dan gaat het nog niet echt top. Dus nou, ik hou jullie op de hoogte. Daar vertel ik sowieso meer over in mijn update. Ik ga er morgen weer eentje opnemen. En jullie zien ze regelmatig. Ongeveer elke twee weken komt een update. Dus dan weten jullie dat. Ja, ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Of tussendoor nog met een extra video die ik regelmatig op woensdag post. Dus super bedankt voor het kijken en heel graag tot snel. Doeg!